We zijn Bert en Janine Zwenke uit Amsterdam. We zijn al een hele poos met onze gezondheid bezig. We hebben een waterfilter om zuiver water te kunnen drinken. We hebben een luchtfilter om ons lucht hier in huis te zuiveren. We doen van alles. We gebruiken voedingssupplementen om gezond te blijven. Maar we zijn ook heel vitaal. We zijn niet de jongste. We zijn heel vitaal, toch heel erg vitaal. Maar we merkten dat er nog iets ontbrak. En voor onze gezondheid gaan we naar de bioresonantie, naar René Martens. En daar zagen we een foldertje liggen over straling. Over straling meten en over de invloed die dit heeft op ons, op de mensen. En we hebben Huub gebeld om te meten hoe het hier in huis was. En we kwamen tot de conclusie dat hier toch heel veel invloed bestond wat betreft straling en dat er dus een heleboel, dat er dus best wel iets aangedaan mocht worden. En we hebben een body shield aangeschaft en een home shield en we zijn daar al een poosje mee bezig en we merken hele bijzondere veranderingen. Ja. En ook, en mijn vrouw ook, die merkt heel veel van de dingen die de gevolgen van die stralingsbehandeling. Kun jij iets vertellen wat je merkt? Ja, en ook mijn klanten. Mijn klanten die zeggen, ik voel mij hier zo goed bij u. Hoe komt dat nou? Ik voel mij hier veel rustiger. Ja, ik voel me ook veel rustiger en ik slaap veel beter. En ik heb veel meer energie. Als ik me s'avonds op de straat lopen gaan wandelen, nou, ik kan gewoon hardlopen. En ik ben 83 jaar. Nou, dat is al sowieso al heel erg goed. Ik ben zelf ook niet meer een van de jongsten. Maar ik merk gewoon dat ik gewoon van alles beter kan. En dat ik meer uithoudingsvermogen heb. En dat ik gewoon ook rustiger slaap. Het is ook zo dat bepaalde elektrische dingen die in onze slaapkamer bevinden, die hebben we verwijderd om ervoor te zorgen dat daar ook geen negatieve invloeden meer van uitgaan. En daar hebben we ook daar slapen we ook veel beter van. We zijn ook 's morgens ook veel uitgeruster, worden we wakker en dan kunnen we ook veel beter beginnen en aan de slag gaan. En dat zijn gewoon hele gunstige invloeden die we hebben. En, want straling was eigenlijk het laatste wat we niet aanpakten. Ja. En nu we dus dat wel doen, merken we dus gewoon een hele positieve verandering. Je merkt toch dat het leven in de 21ste eeuw, dat toch bepaalde invloeden op je heeft die niet echt positief zijn. En een van de dingen die er zijn, dat is de straling die ons omgeeft, ook met alle zendmasten en alle hoogspanningsmasten en alle apparaten die we tegenwoordig gebruiken, die draadloos zijn en die straling veroorzaken. Nou, en dat was eigenlijk een ontbrekend element in onze aanpak. En nu we dat aangepakt hebben, merken we daar een heleboel positieve dingen van. We worden veel rustiger, we kunnen veel meer doen en we zijn veel, het is allemaal veel anders. Ja, veel actiever. Ja.